Vorige keer zag je de selectie van het eerste elftal een bezoek brengen aan het Groningen Museum met een wel heel bijzondere opdracht. Jullie zijn allemaal gekoppeld, 2-aan-2. Jullie gaan dan met een begeleider vanuit het Groningen Museum een ruimte in. Daar mogen jullie elkaar fotograferen. Dus het museum is van jullie. De locaties waar we naartoe gaan, die zijn heel mooi qua decor. Dus mooi, er valt steeds mooi licht. Gratis licht, zo, waar je met je gezicht in kunt gaan zitten. Je kunt elkaar op stoelen neerzetten, zitten, liggen. Tegenlicht, hè? Ja, dat kan mooi zijn. Ik zou zeggen, without the cap. Dan snij je tot hier af, zo. De leukste foto's, die gaan we tentoonstellen in het museum. En in de Euroborg is de bedoeling. En dan wordt er een soort limited edition geveild voor het goede doel. Make a wish van de stichting van de FC Groningen in de maatschappij. Wauw, die bal, super. Maar jullie zijn nog zuinig, zie ik. Je maakt heel weinig van. Je mag best wel iets... Je mag veel maken. We kiezen er één uit. Dit is op zich hartstikke simpel, maar het is een gratis decor. Er zit verder niks bij. Okay. Eén van jullie twee gaat zitten. Wat je nu hebt met deze hoek, dan krijg je dat dit. Die banken die spelen een hele sterke rol in die vorm van die bank. Ja. Nou, tak, ja. Kan die jongen ook weghalen? Mooi licht, hè, zo eromheen. Ja, leuk voor. Zo, en zorg dat zijn schoenen ook in beeld blijven, dat hij helemaal in beeld zit. Oké. Okay. Ja, druk maar. Nou, kijk eens. Dat was gelijk een hele reeks. Dit vindt zijn moeder heel mooi. Ja, zijn moeder wel, ja. Omdat hij die zwarte kleren aan heeft, krijg je zo'n soort ijsborst met van alles erachter. Oh ja. Kijk, je hebt je handen nou... Die hangen er een beetje bij, hè? Ja, even kijken. Nee, ik snap het. Anders is het huis een beetje bij elkaar. Anders wordt het van die bossen wortels, weet je zo. Ja. En dan kun je kiezen, hè? Of zijn schoenen er helemaal op. Of, niet. Of vlak onder zijn hand. En je kunt gewoon verder inzoomen, wat dichterbij komen. Wij zijn niet bang om te dichtbij te komen bij elkaar. Jullie zijn niet klaar, nu al? Ja. Je hebt hier heel mooi licht, of niet? Ja, maar hier heel veel licht. Ga staan. In de zon. Nou, jij kijkt die kant op. Ja, en kijk, jij kijkt naar buiten. Ik maak hem niet hoor, jij moet hem maken. Maar nu is het donker. Ja, mooi toch? Die zie je die lijn alleen voor zijn gezicht. Zijn krachtige karakter komt nou tevoorschijn, zie je dat? Blijf kijken. Ja, blijf kijken. Je ziet hem namelijk ook weer spiegeld, zie je dat? Hou vol. Snap je? Snap weg. Waar komen zij nu vandaan? Waar stonden zij? Daar. Waar zitten ze hier? Niemand. Nee. Zijn ze gevlucht? Ja, er moeten als goed is weer een paar aankomen. Maar... Waar zit de rest nu? Voor mij is het sensationeel, want ik heb het nog nooit eerder gedaan. Dus ik vond het hartstikke leuk om te ontdekken dat voetballers toch ook best wel geïnteresseerd zijn om goed te kijken wat ze met een cameraatje kunnen. Het ging boven verwachting. Ik vond het heel leuk. Oh hier. Kijk eens. Oh, die zijn ook al lekker bezig. Schaakmat. Als ik jullie zo zie, dan hebben jullie nog even een beetje begeleiding nodig. Want deze foto's die... Kijk, hier beginnen te komen. We zoeken even een plek. Jullie zijn geïnteresseerd in de kunst, ik zie het. Ik wil even wat meer portret zien. Je gaat een tikje naar rechts. Ja, en dan moet je geloof ik een eindje naar achteren om weer in het licht te komen. Oh, dat is te ver, Alleen met je gezicht. Nog een tikje. Ga zitten. Nog een tikje naar voren. Ja.
Zie je dat? Licht en donker, is ook mooi. Nou wordt het wat. Zie je? Gewoon met het licht spelen, man. Officieel kan het niet. Maar als je het doet, blijkt het hartstikke mooi. En dan heb je dus een hand daar in beeld. Loop maar wat naar voren, loop maar naar voren. En ik ga een beetje sturen weer. Kijk. Hey.